De multimeter staat op 200 millivolt gelijkspanning. Elektrische energie is inderdaad wel vrijelijk voorhanden in de natuur, maar het is niet veel. Ik heb hem uiteraard wel op gelijkspanning staan, dus altijd nooit veel in de natuur. Dus kijken wat er gebeurt als we hem op wisselspanning zetten. Dat is ook niet erg veel. Dat is zelfs nog weiniger dan met gelijkspanning. Dus met prikkeldraad kun je heel goed gelijkspanning opwekken. Even kijken wat er dan gebeurt. Afkoppelen. Dat is ook niet veel. Het is niet veel. Dus gelijkspanning kun je wel opwekken met prikkeldraad. Maar geen wisselspanning. Dit is een buitenmeting. Bij dit hek. Buiten krijg je een wisselspanning, maar wel gelijkspanning. Het is niet veel, maar 72 of 73 millivolt. De randaarde zit hier. En dit is dan de plus, die ligt in het veld. Het gekke is namelijk, het hek speelt echt voor randaarde, want ik heb hem ook als de zon is omgepoold. Maar ik zie dat het hek toch de aarde blijft, of de muntpolen. Dus andersom zetten gaat helaas niet. Dus, en ik zie wel dat de gelijkspanning geleidelijk aan opkruipt. Kijk wat er gebeurt als ik hem op wisselspanning zet. Er staat maar heel weinig wisselspanning erom. Dus het gekke komt nou, in de natuur dingetjes aftappen, vrije energie aftappen, kan alleen gelijkspanning. Is in de vrije natuur alleen maar gelijkspanning. Maar het wordt geleidelijk aan steeds meer. Het gaat wel natuurlijk wel heel langzaam. Maar dat komt omdat de multimeter namelijk ook nog een weerstand vormt. Als gebruiker. Mijn spoorrail krijg ik ook gelijkspanning. Dat ziet er zo uit. Het is niet veel, maar het kruipt heel erg langzaam omhoog. Wel gelijkspanning, maar geen wisselspanning. Kijk maar. Het is niet veel. Het is de wisselspanning die ik krijg voor zo'n enorm spoorweg, voor zo'n enorme rail. Dat is ook niet erg veel. Dus 3 millivolt wisselspanning en ietsjes meer dan 20 millivolt gelijkspanning. Oh, dat is niet veel hoor, voor een spoorrail van zulke afmetingen. Dit is ook alweer een buitenijsmoment. Dit is de plus. En daar zit hem in. Dit is de gebruiker. Ik heb hem op 2 volt wisselspanning staan. En in het wisselspanningsgebied krijgen we niks. Maar ook echt helemaal niks. Ga ik nou naar gelijkspanning. Dan zie ik dat ik wel wat krijg. Dit is gelijkspanning. Ietsjes meer dan 80 millivolt. En of het stijgt of daalt, dat weet ik niet. Maar ik zie wel, en ik heb die spanning ook al eens een tijdje bekeken, dat die om en neer schommelt. Maar zou ik toch misschien nog wat meer krijgen dan alleen die 81 millivolt? Want wat me wel al is opgevallen, is dat gelijkspanning, hoe langer je dat ding, die multimeter er tegenaan plak, hou, middels deze koppelingen, hoe meer er theoretisch in zou kunnen komen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Want ik zie dat de spanning weer stijgt, dan weer daalt, dan weer stijgt. Dat maakt het erg lastig. Maar het gekke komt nou dat we in de vrije natuur geen wisselspanning krijgen. Waar komt dan die wisselspanning vandaan?
Want dit is namelijk gelijkspanning. Het schommelt wel op en neer, maar het is gelijkspanning. En niet zo erg veel. Want vooral als je ziet van hoeveel prikkeldraad er loopt. Dat is echt gigantisch. Dus de hoeveelheid aan prikkeldraad is niet de maat voor het verkrijgen van de energie die je wilt hebben. Nu heb ik een van de draden van de multimeter op de grond gelegd. En de minpool van de multimeter heb ik aangesloten op de prikkeldraad. Om te kijken wat er dan gebeurt. Dan hebben we opeens zalwissers gelijkspanning. Maar deze gelijkspanning stijgt namelijk wel. Maar het blijft gelijkspanning. Of ik dan ook wisselspanning maak, weet ik niet. Even uitproberen. Dit is niet veel wisselspanning. In dit geval is het 4. Ja. Het is niet veel. En zo te zien loopt het ook steeds verder terug. Dus we kunnen geen wisselspanning oogsten. Maar wel gelijkspanning. En die gelijkspanning loopt wel op. Of lijkt dat nou maar zo? Of zou dat gewoon kunnen zijn dat aan die draad een soort restcapaciteit vasthangt? Maar je ziet, ik heb ongeveer 0,5 volt. Ik heb even het spoorrails experiment even door laten lopen. Zo. Want de spoorrails leveren wat de gelijkspanning aangaat het meeste op. En ik merk ook als je de spoorrails gaat belasten, op zo'n manier dat we inderdaad ook iets meer stroom krijgen. Of iets meer elektrische energie krijgen. Stroom is een ander woord. Maar het bijzondere is wel dat de spanning heel langzaam stijgt. En let op, het is gelijkspanning. Ga ik nu naar wisselspanning, dan zie ik dat we maar heel weinig wisselspanning hebben. Dat is echt heel weinig. Dit is wisselspanning. Het is een millivolt.